Hallo allemaal, het is hier vrijdag 30 juli 2021 en er komt loonbedrijf Korenberg om mest uit te rijden. Dat zou eigenlijk al voor in de week gebeuren, maar toen was het land zo nat door de vele regen die met name op zondag gevallen is, dat ik het uit moest stellen. En nu aan het eind van de week, dus een paar dagen droog of redelijk droog geweest en een dag hiervoor behoorlijk wat wind en ook zon, en is de bovengrond wat afgedroogd, gaan we het proberen. Maar er staan nog op heel wat plekken grote plassen. Dus ik ben heel benieuwd hoe het zal gaan. De loonwerker is hier inmiddels al een paar uur bezig. En ik ga er zo even achteraan om ook bij het land te kijken hoe het gaat. En tot mijn opluchting houdt hij de banden nog steeds heel mooi schoon. Dat betekent dat hij niet aan het blubberen gaat. Al gaat hij bij plekken door het water. Hier rijdt hij net mijn allerverste perceel in. Dat is op ongeveer 400 meter afstand van ons huis. Ik heb al mijn land fijn dicht bij huis. Oh, ik zie een vieze vlek op de deur. Even de deur open. Iets helderder beeld. En daar gaat hij. Hier een voorbeeld van de plassen die er nog steeds staan. Je ziet het water duidelijk tussen het gras door. En daar op de achtergrond daar is hij aan het uitrijden. En hier ben ik aan het eind van het perceel, waar ook wat natte hoeken zijn. En dan zie je her en der een wat vieze vlek waar hij gereden heeft. Het is niet kapot gereden. Hier op een andere plek, dit is het allerergste punt waar het meest gesmeerd is. Maar eigenlijk is dat qua oppervlakte ook maar een heel klein gedeelte. Ik ben blij dat er op deze dag honderden kubus mest uitgereden is, dat het nog zo gelukt is. Dat had ik eerder deze week niet verwacht. En dan wil ik loonbedrijf Korenberg weer bedanken voor het uitrijden van de mest.